Goedenavond, fijn dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van Stevens Podiumgasten. We gaan meteen beginnen, want vandaag is mijn gast Ray Smit. Was op vakantie naar de zon, in dat mooie Spaanse land. Lekker genieten van de zee, op dat warme witte strand. Daar bij dat tentje op de hoek, zag ik jou die eerste dag. Je mooie haar en jouw gezicht, met die betoverende lach. Ben ik uiteindelijk voorgeschrikt. Het werd een hele mooie tijd, we deelden alles met elkaar. Werden verliefd, we maakten plannen en we voelden ons een paar. Maar na 3 weken kwam een einde aan die hele mooie tijd. Toch blijf jij in mijn gedachten een zomerliefde zonder spijt. Ben ik uiteindelijk voorgeschrikt. Zonnestralen, 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 zonnestralen. Die mooie lach op jouw gezicht, ben ik uiteindelijk voorgeschrikt. Goedenavond, Ray. Goedenavond. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wie is Ray en hoe is het voor jou begonnen? Ja, wie is Ray? Het is een heel lang verhaal eigenlijk, hoor. Nou, kom erop. Ik ben geboren in Friesland ooit. En ik heb een Molukse vader en een Friese moeder. En mijn vader, bij Molukse mensen is muziek heel erg belangrijk. Dus wij groeien op in muziek, met muziek. Gitaar spelen, trommeltjes thuis, zingen heel veel. En heel veel liedjes bij Molukse mensen gaan over heimwee naar vroeger. Naar de tijd dat ze nog op de Molukken woonden. En Indonesië gaat het heel veel over. Dus daar ben ik mee opgegroeid. En muziek had eigenlijk altijd mijn interesse al. Dus ik leerde al de Molukse en de Indische liedjes. En daarna dan kom je jongens van je leeftijd tegen. En dan ga je samen al een soort bandje formeren. En dan ga je een beetje muziek maken. Eigenlijk spelende wijs. Niemand kon noten lezen of iets dergelijks. De enige noten die we hadden, waren kokosnoten. Maar, ook lekker. Ook lekker, ja. Ja, inderdaad. Maar weet je, op gevoel en vaak dat we nummers op de radio toen nog hoorden. Dat je ging zoeken waar zitten de akkoorden een beetje. En dan gingen we de nummers uitzoeken. En zo kwamen we eigenlijk langzaam een klein beetje tot een plaatje, tot muziek namaken, zeg maar. En hoe zouden de mensen dan jou omschrijven als persoon?
Vroeger of nu? Nou, vroeger, nu, of nog allemaal. Gooi het er maar in. Nou, weet je, ik ben eigenlijk van huis uit een heel vrolijk persoon. Ik hou van lachen. Vandaar dat je hier ook die lachrimpels heel veel ziet. Dat is ook de leeftijd een beetje, maar dat. Nee, maar ik hou van vrolijkheid. Ik hou van eerlijkheid. En ja, daar stoot je wel eens mensen mee tegen de borst. Ja. Als je eerlijk bent, want mensen kunnen dat soms niet hebben. En ik denk dat ik door die vrolijkheid en die eerlijkheid toch wel ben gekomen waar ik nu sta, na al die jaren. Want weet je, ik heb natuurlijk in bandjes gezeten. Ik heb in duo gezeten. In disco-tijdperk heb ik opgetreden met danseressen. Zijn met discotheken langs gegaan. Ja, je kan het bijna niet meer voorstellen. Hè, drukke discotheken, vol mensen. En dan een podium en daar gewoon je liedjes zingen. Hè, de disco-liedjes. Hè, Burning Love, Born to be Alive, noem maar op. En ja, weet je, met danseressen erbij. En ik heb heel veel bedrijfsfeesten gedaan. Een tijdje geleden, een aantal jaren geleden. Heel erg leuk om te doen met andere mensen. Dan boden we drie dingen aan. Caribbean, disco en de Blues Brothers. En daar maakten we dan een hele leuke act van bij elkaar. Dus jullie verkochten het concept? Verkochten het concept, inderdaad. En dan de bedrijfsfeesten vonden dat geweldig. Want dan heb je van alles wat. Dus dat heb ik ook een hele tijd gedaan. En ik heb 15 tot 17 jaar Pasar Malams gedaan, Indonesische jaarmarkten. En dat is dan in de grote hallen van Leeuwarden, Groningen, de Kardingen, noem maar op, Titi-hal hier. Ahoy, 6-7 keer gedaan. De Rai, noem maar op. En ja, daar waren dan met artiesten, Indonesische artiesten, maar ook Nederlandse artiesten zaten erbij. Want ik heb met Ogene, met Wolter Kroes, met, nou, noem het maar op, Thomas Bergen, met allemaal op het podium gestaan. Echt superleuk om te doen. En ongeveer 3-4 jaar geleden, toen ben ik eigenlijk begonnen met Nederlandstalig erbij. Ja. En dat doe ik nu eigenlijk een paar jaar. En dan heb je al zoveel gedaan. En dan ben je ook nog jurylid geweest van Altogether Now. Ja. Hoe ben je dan in zo'n muur terechtgekomen? Ja, nou, ik heb al wat televisieervaring gedaan. Ik heb meegespeeld in speelfilms, onder andere de Heineken-ontvoering. Ook als figurant. Ik heb in Hilversum gewerkt. En daar heb ik voor mijn beroep heel vaak met programma's meegedaan. Ik was motorrijder bij de politie daar. En dan wilden ze graag een motorrijder bij verschillende programma's hebben om mensen aan de kant te zetten of de studio in te komen rijden of de gekste dingen. En daar deed ik dan al aan mee. Dus dat was eigenlijk mijn kennismaking al een klein beetje met televisie. Ja, en daar hebben we wat programma's van Bart Boos toen meegedaan en spelshows en noem maar op. Ja, en toen ben ik eigenlijk bij NPO heb ik wat dingetjes gedaan, wat live optredens voor goede doelen, ook voor Giro 500, heel veel dingen. Ja, en toen werd ik ineens gevraagd via Mike Starink van televisie om mee te doen met een muziekprogramma. Altogether Now. Ja. Concept uit Australië oorspronkelijk. En dan uitgerold in Amerika en Engeland en noem maar op. Echt superleuk om te doen met al die artiesten. En er zijn best wel veel programma's qua muziek dan. Aan welk programma zou je dan zelf mee willen werken? Mee willen doen? Mee willen doen, ja, weet je. Ik ben niet van de Voice en zo. Ik heb vroeger wel eens meegedaan met een talentenjacht. En ik vond het vreselijk. Want ik ben nooit zenuwachtig, maar ik werd er stront zenuwachtig van. En ik kan er gewoon niet tegen. Ik werd tweede, toen had ik het al helemaal gehad. Maar dat was een leuk bandje, allemaal jonge jongens. En die deden het echt superleuk. En die hebben ook terecht gewonnen toen. Maar ik hou niet van talentenjacht. Dus ik zou nooit met de Voice of dat soort dingen meedoen. Wat ik wel heel leuk zou vinden. En daar ben ik wel eens over gepolst. Om een soort muziekprogramma te presenteren. Dat vind ik wel heel leuk om te doen. Maar ja, wie weet komt dat nog. Ja, ja, inderdaad. En wie is jouw voorbeeld? In de muziek, ja? Of in het leven? In alles. In alles. Nou, een van mijn grote voorbeelden is Barack Obama. Want ik vind dat een geweldige man, wat hij allemaal heeft bereikt in het leven. Bijzondere naam. En wat hij allemaal bij elkaar heeft gebracht. Alle rassen, alle kleuren, alle mensen. En wat hij gedaan heeft in Amerika. Met het ziekenfonds, weet je wel. Dat was er niet. En heel veel mensen, arme mensen, die konden natuurlijk niks. En ja, dat heeft hij wel voor elkaar gebokst. En in de muziek, ik ben opgegroeid met Michael Jackson. Dat was een van de jongens, ja, waar ik gewoon tegenop zag. En Elvis Presley.
Weet je dat... ook de dansjes van Michael, dat niet? Ik heb ooit in de Flint, in Amersfoort Theater, een show gedaan. En toen mocht ik een half uur wat doen. En toen heb ik dus ook Michael Jackson nummers gezongen. Oh, echt? Ja, ik kon de stem redelijk nadoen. En ook de dansjes gedaan, ja. Ja, het was echt superleuk. Ik heb veel gedaan, maar het was heel leuk. Ja, behoorlijk. Ja. Je hebt meer muziek meegenomen. En het volgende liedje wat je gaat zingen is Pak Me Dan. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Ja, nou ja, ik was net bezig eigenlijk met Nederlandstalig. En ik kwam in de studio bij Laurens van Wessel. Best wel een bekende producer. En op een gegeven moment zaten mijn vrouw en ik op de bank. En ik had met hem gehad over een tweede nummer. Ik had Zonnestralen uitgebracht en toen een tweede nummer. Ik had geen idee wat ik zou willen doen, wat voor soort Nederlandstalige muziek. En toen zei hij appte mij en hij stuurde een appje van wil je eventjes je mail checken, want ik heb je WeTransfer gestuurd met een demootje van een nummer, wat misschien wat voor jou is. Dus wij hebben het demootje opengemaakt en geluisterd en toen bleek het een nummer te zijn wat Frans Bauer voor mij geschreven heeft. Het tweede nummer trouwens wat hij voor mij geschreven heeft en dat was dan Pak Me Dan en hij had het ook ingezongen en ja, toen appte ik hem terug en toen kreeg ik een fotootje van Laurens en van Frans met de duimen omhoog van hartstikke leuk, weet je wel. Dus het eerste wat ik vroeg is wat gaat me dat kosten? Ja, tuurlijk. Dus nee, dat doet hij voor jou, vindt hij leuk en dat doet hij voor meerdere artiesten. Dus ik was er super blij mee natuurlijk dat hij twee nummers voor mij heeft gemaakt. Dat is toch te gek. Ja. We gaan er naar luisteren. Ja. Ray Smit, Pak Me Dan. Soms het bos niet meer. Ik zie geen uitweg, want de liefde doet zo'n zeer. Dan is het leven even niet gewoon. Ik zou dan wensen dat ik leefde in een droom. Ja, geloof me, ik wist dan wat ik wou. Ik zou dan roepen iets alleen. Het lijkt dan of ik droom. Dit is niet de geloof me wat ik zeg. Cupido vangt je, anders ben je straks nog weg. Pak me dan, red me met je liefde, kus me zacht. Pak me dan, hou me zeven vast diep in de nacht. Lekker liedje. Ja, heerlijk. Maar is zingen trouwens makkelijk te combineren met het werk wat je doet? Ja, want eigenlijk ben ik tussendoor altijd wel met muziek bezig geweest.
En zoals ik al vertelde eerder, van, ik ben natuurlijk opgegroeid met muziek. En ik heb eigenlijk altijd in bandjes gespeeld, in duo's gezongen en heel veel dingen gedaan. En dat heb ik eigenlijk altijd naast mijn werk kunnen en mogen doen. En de laatste, ik denk 15, 16 jaar ben ik minder gaan werken, omdat ik het drukker kreeg in de muziek. Dus ik werk nu sinds 15, 16 jaar 3 dagen in de week. En daarnaast heb ik dus eigenlijk tijd genoeg om met de muziek bezig te zijn. Ja, zou je je baan op willen zeggen voor de muziek? Ik heb erover gedacht en dat was echt vorig jaar. En dan bedoel ik eigenlijk 2019, dus eigenlijk alweer een jaar iets langer geleden. Omdat ik toen het heel erg druk had. Heel veel dingen in de muziek kon doen. Televisie erbij had en daar lekker binnenkwam. En, maar ja, toen viel er een heel jaar eigenlijk uit, vorig jaar. En toen is heel veel dingen zijn stil komen te liggen. En ik ben eigenlijk blij dat ik die keuze niet heb gemaakt. Want dan had ik nu zonder inkomen gezeten. Ja. En nu heb ik gewoon mijn vaste inkomen nog. En daar ben ik wel heel erg blij om. Ik vind het wel jammer dat het zo gelopen is. En als het anders was geweest, ja, dan was ik er ook blij mee geweest natuurlijk. Juist. Is er een overeenkomst tussen jouw werk en de muziek? Ja. Want ik ben, denk ik, een van de vrolijkste politieagenten in de wereld. Ja, Thijs is er ook nog natuurlijk. Thijs is er ook nog. Thijs is een geweldige jongeman die echt nou, Queen zo verschrikkelijk goed kan nadoen. Hij heeft echt een hele goede stem. Zie je hem als concurrentie? Nee, zeker niet. Ik heb trouwens helemaal niet het idee dat er concurrentie is. Want ik vind het, weet je, voor mij is het een goed betaalde hobby. Ik vind het superleuk om muziek te mogen doen. Ik krijg er heel veel energie van. Ik zeg altijd, het houdt me jong, weet je wel. Ik ben een druk mens. Ik maak gekke vlogjes. Ik ben druk op Facebook en op allerlei kanalen. En ja, weet je, het houdt me bezig, al dat soort dingen. Dus ja, nee, ik vind het heerlijk zo. Ja, tuurlijk. Bespeel je zelf ook een instrument? Ja. Wat bespeel je? De fluit? Nee. Verrassend. Waar fluit? Nee, ik heb altijd gitaar gespeeld. In de band ook, waar ik heb gezeten. En ik heb keyboard gespeeld. Dus ik kan een beetje piano, keyboard spelen en gitaar spelen. Ik ken de akkoorden. Dus voor mij is het wel heel makkelijk als ik dan nummers maak. Want ik zoek heel vaak de nummers uit. Ik heb heel veel eigen nummers. Hè? Ja. Van de meeste nummers schrijf ik zelf de tekst ook. En ik zit dan ook vaak thuis te kijken van welke hoogte is makkelijk voor dit nummer. Want soms als je een ballad hebt, is het ook leuk om wat lager te zingen. Hè, dat het meer overkomt, dat het bij mensen binnenkomt. Dan dat je een vrolijk nummer hebt. Dat kan je soms wat hoger doen, omdat het wat de vrolijkheid uitstraalt. En ja, daar hou ik dus rekening mee. En dan kan ik zelf een beetje al gaan kijken hoe ik het ongeveer wil hebben. En dan ga ik naar Laurens toe in de studio. En dan gaat hij het uitzoeken. En dan maakt hij er een leuk deuntje bij. Ja. Ja. En wat kunnen de mensen van jou verwachten als jij op het podium staat? Vrolijkheid, gekkigheid en vooral contact met het publiek. Want daar hou ik van. En dat heb ik eigenlijk geleerd toen ik de Pasar Malams, de Indonesische jaarmarkten, ging doen. Waarbij zoveel Indonesiërs zijn natuurlijk 2,1 miljoen Indische mensen in Nederland. En dan heb je nog de Molukse mensen. En die kwamen naar al die grote hallen toe. En dan merk je dat, bij ons in de cultuur, bij mijn vaders cultuur, is het belangrijk om menselijk contact te hebben. Elkaar aanraken, er voor elkaar te zijn, te lachen met elkaar, muziek te maken met elkaar. Dat is een hele warme gemeenschap. En dat heb ik op het podium daar ook eigenlijk uitgestraald. Ik sprong vaak tot verdriet van de cameramensen en fotografen, sprong het podium af. Ik ging in de zaal in, ik ging op een stoel staan, ik ging met mensen zingen, ik liet mensen een stukje zingen. Noem maar op, weet je. Ik hou van entertainen vooral erbij. Ik hou ook van glitter en glamour. En ik was ook een van de weinigen en een van de eerste in die Pasar Malams die zich wat extravaganter ging kleden. En dat hebben heel veel nu overgenomen. Want weet je, showbusiness, als je op het podium staat, ik vind je moet mensen wat bieden. Ja. Mensen komen speciaal, mensen betalen ervoor, mensen mogen ook wat verwachten. Juist, inderdaad. En wat kunnen de mensen dan van jou verwachten voor in de toekomst? Ik hoop nog veel meer leuke muziek. Ik heb nu net een album afgeleverd eind afgelopen jaar met Nederlandstalige muziek. Er staat wel een Engelstalig nummertje op en er staat een Spaans nummertje op. En ik hoop dat ik wat breder weer kan doen. Mijn album heb ik vrolijke liedjes op staan. Er staan ballads op, maar er staan ook nummers met een boodschap op.
Ja. Ik heb een nummer geschreven over PTSS, wat heel erg bij de hulpdiensten nu speelt en bij Defensie. Daar heb ik een hele zware tekst op gemaakt. Ik vind het eigenlijk heel goed gelukt, het nummer. Maar ik heb ook een nummer geschreven dat, op het album. Dat heet Geef ze een kans. En dat is eigenlijk zo, omdat als je net even anders bent dan anders... Nou, wij zitten in de muziek, wij weten dat wel een beetje. Dan denken mensen vaak, mensen die gaan anders naar je kijken. Ja. Hè? Want je krijgt, omdat je anders bent en... Wordt vaak veroordeeld op hetgene wat ze zien. Ja, je wordt erop veroordeeld en je krijgt meer kansen omdat jij juist opvalt. Ja. Dus je gaat leukere dingen doen, je haalt andere artiesten in. De jaloezie speelt daarin mee. En ik heb daar een nummer over gemaakt, voor mijn gevoelens, hoe ik dat heb ervaren. Dus dat zijn ook de nummers die op mijn album staan. Dus een album is een, jouw album is echt een aanrader. Jazeker. Ja, absoluut. Ja. Ga met me mee. Staat hierop? Waar gaan we heen? Ik heb geen idee. Jij zegt het maar. Naar de Costa. Ja, die staat er ook op. En dat is mijn zomersingle van afgelopen jaar, van 2020. Was wel even moeilijk, want je moet een clip gaan maken. Hè, we weten hoe dat gaat, een nummertje, een clip. En je zit natuurlijk in de coronatijd, zat je afgelopen jaar heel erg. En ja, je mag geen mensen erbij uitnodigen. Dat wordt heel moeilijk. Dus ik heb uiteindelijk mijn vrouw zover gekregen om mijn tegenspeelster te zijn in die clip. Dus we hebben op het strand in Kijkduin op een prachtige zonnige dag opgenomen. En ik heb mezelf verkleed als... het is een beetje een Spaans liedje geworden... met een grote snor, een sombrero en een trompet erbij. En die stukjes hebben we ook opgenomen. Dus het is eigenlijk wel heel erg leuk geworden. Ja. We gaan er naar luisteren. Ja. Ray Smit, ga met me mee. De zon staat aan de hemel, de vogels fluiten blij. Ik voel me zo gelukkig als de zon schijnt. De mensen zijn weer vrolijk, de winter is voorbij. Ik denk dan aan de woorden die je zei. Als de zon weer komt, wil ik weer lopen hand in hand. Oh, ik verlang naar jou en wil je kussen op het strand. Ga met me mee, weer op pad. De Costa, 2 weken lang met jou genieten van de terrassen en de zonneschijn. Ga met me mee, we proosten samen op het leven. Op een terras daar in de zon wil ik met jou mijn liefde delen. Met jou op een terras, wat kletsen met z'n twee. En kijken naar de mensen om ons heen. Een glimlach om je mond, de golven van de zee. Het leven aan de Mediterranee. Wacht niet langer, want ik zie dat jij ervan geniet. De warmte maakt je blij, ik schreeuw het uit en zing dit lied. Ga met me mee, weer op vakantie naar de boot. Daar in de zon wil ik met jou mijn liefde.
Ray Smit. Thierry Makassi. Graag gedaan. Helemaal uit adem. U bedankt voor het kijken. Volgende week ontvang ik... De dag is snel voorbij gegaan. Ik heb hier veel gedaan. Steeds redden en vliegen. Ik lach, ik heb een goed humeur. Voor nu een hele fijne avond. Dag.